Race nummer 10, de boys van 12. Met Meppeling, Bouwman, Paport, Kok, Mars en Schoolman. En wie dicht ik hier de goede kansen toe? Meppeling was heel sterk in die vorige races. Pakt op koppositie nu hoor. Schoolman is hier druk bij je. Gewoon het stuur tussen de tanden hoor. En dan maar gas geven met die mannen. En het is Meppeling aan de leiding. Schoolman op 2. En het is Kok, de man met 2,51. Marcel Kok. Hij zit op die derde positie. Maar wie jaagt er achteraan hoor, die clubgenoot van hem. Jelmer Bouwman of is het Paport vechtend voor die derde positie. Meppeling gaat denk ik onbedreigd hier die vierde marge winnen. En ook de overwinning pakken in eigen. Schoolman op 2. En dan gaan we kijken, is het Marcel Kok op de 2,51 van Stijn Paport op dit moment nog op 4. Het blijft Marcel Kok. Hij wordt hier de nummer 3 bij de boys van 12.